Stichting Beheer en Exploitatie Crèches, resorterende onder het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, heeft 21 crèchehoofden afgeleverd. De minister van SOZAVO, André Misikawa, sprak de geslaagden tijdens de certificaatuitreiking toe. Hij begrijpt dat het voor sommigen niet makkelijk was, aangezien deze na tientallen jaren weer in de schoolbanken zaten om een opleiding te volgen. Maar wij zijn nooit te oud om iets te leren, zei de bewindsman. Volgens hem hebben de geslaagden vele offers moeten brengen, maar hun inzet is beloond. Stichting Beheer en Exploitatie Crèches focust zich op de opvang van kinderen in de leeftijdsklasse 0 tot en met 6 jaar. Hierbij wordt er onder meer rekening gehouden met de Early Childhood Development, standaarden en de wet opvanginstellingen. Het ministerie van SOZAVO, die de uitvoerder is van deze wet, zal volgens minister Misikawa alles in het werk stellen dat kinderen in opvanginstellingen, zoals overheidscrèches, volgens adequate standaarden worden opgevangen. De minister is hiernaast van mening dat naast goede fysieke omstandigheden van de opvanginstellingen het ook belangrijk is dat het personeel de nodige skills in huis heeft om de kinderen goed te kunnen begeleiden. Als beleidsmaker is hij zich ervan bewust dat personeel moet worden getraind. Ik ben daarom zeer verheugd dat werkers van onze crèches zijn getraind, zegt de bewindsman. Na de certificaatuitreiking feliciteren minister Misikawa de geslaagden en de stichting. U heeft veel bijgeleerd, laat het niet blijven bij het bijleren, maar pas het ook toe in de praktijk. De wereld waarin wij nu leven verandert elke dag. Elke dag komen er nieuwe dingen bij. Blijf u zelf ontwikkelen, luidde zijn boodschap. Hij zegt verder dat het ministerie alles in het vermogen zal doen, zodat het werk naar behoren en met plezier kan worden verricht. In verband met Wereld Antitabakdag op 31 mei werd op het terrein van het Moongra Medisch Centrum in het district Nikeri een antitabak billboard onthuld. Ook werd de nieuwe slogan Nomik Smoko Tapjubro bekendgemaakt. De heer Edwin Noordzee, die de minister van Volksgezondheid vertegenwoordigde, sprak de aanwezigen toe over het belang van Wereld Antitabakdag. Vandaag met de onthulling hier in Nikeri is dan ook een belangrijke stap gezet om mensen nog meer bewuster te laten worden. De Nikerianen in het bijzonder, maar de andere plaatsen die daarna zullen volgen. Rashida Alibux, Focal Point Alcohol en Tabak, vertelt kort waarom er is gekozen om een billboard in het district Nikeri te plaatsen. Zij ging verder in op de geplande activiteiten voor dit jaar om de samenleving bewust te maken van een gezonde levensstijl, het roken te ontmoedigen, maar vooral niet met roken te beginnen. We hebben gemeend voor Nikeri te kiezen, omdat in het laatste Langama Anu-onderzoek was Nikeri, zat Nikeri in de top 3 van hoog percentage rokers. Vandaar dat we dus gemeend hebben om hier bij het ziekenhuis, bij het medisch centrum, zo'n billboard te zetten met een gezondheidsboodschap, zodat mensen eraan herinnerd worden hoe slecht roken is, hoe schadelijk roken en de gevolgen van roken zijn of kunnen zijn. We zijn al begonnen, het BOG, om via de massamedia proberen mensen bewust te maken, en dat is dan gewoon over het gehele land eigenlijk,
mensen bewust te maken met zulke gezondheidsboodschappen. Niet alleen niet roken, maar ook andere gezondheidsboodschappen zoals diabetes mellitus en hoge bloeddruk. Dus we zijn het hele jaar daarmee bezig. Via de social media zijn we ook actief. En dat is het eigenlijk, hoe we de samenleving willen bewust willen maken van hoe een goede leefstijl te ontwikkelen. De waarnemend directeur van MMC, Ruben Sedo, die de onthulling van de billboards op het terrein van het MMC een heugelijk feit vindt, hoopt dat met de onthulling van dit bord een stukje bewustwording zal worden gecreëerd voor een Nigeriaanse samenleving. Hij heeft een boodschap voor de samenleving, in het bijzonder de Nigeriaanse jongeren. Nou, de boodschap die ik heb, is de boodschap van 31 mei 2019. Nomik smoko tapu bro. Roken heeft dus gevolgen voor de gezondheid van een mens. Wanneer je rookt, zal je ook merken dat de gevolgen niet zullen uitblijven. Dus ik roep nogmaals de Nigerianen op, en in het bijzonder de jongeren, om indien ze roken ermee te stoppen, en indien ze besluiten om te gaan roken, dat ze niet eraan beginnen. Overal in de wereld wordt op 31 mei Anti-Tabakdag gevierd. Het thema voor dit jaar is Tobacco and Long Health. De billboard werd onthuld door de heer Noordzee, vertegenwoordiger van de minister van Volksgezondheid, waarnemend directeur van MMC, mevrouw Marhee, van de PAHO en mevrouw Hoashu, vertegenwoordiger van de DC. Het Surinaams Standaardbureau heeft als wettelijk verantwoordelijke voor accreditatie in Suriname voor het jaar 2019 een nationaal accreditatieprogramma opgezet. Wereldaccreditatiedag is een jaarlijks terugkerend evenement. Wij hebben ervoor gekozen om vandaag een infodag te organiseren ter herdenking van Wereldaccreditatiedag, die jaarlijks op 9 juni wordt gevierd. Accreditatie houdt in dat er wordt gegarandeerd dat de testresultaten die worden geleverd door een competente autoriteit en dus een testlab wordt uitgevoerd. Mevrouw Parker legt uit wat het verschil is tussen accrediteren en certificeren. In zekere mate zit er wel verschil in tussen accreditatie en het certificeren, omdat accreditatie meer gaat letten op de competentie van een testlaboratoria om internationale erkende testresultaten uit te geven. En bij certificering gaat het om het garanderen dat de processen, de producten die geleverd worden, een zekere mate van kwaliteit hebben. Dit jaar hebben we wederom een nieuwe thema gekozen voor weer het accreditatiedag. En dat is accreditation, adding value to supply chains. Dat betekent accreditatie als tool voor het toevoegen van waarde aan het toeleveringsketen. Maar hoe kan een bedrijf of dienst geaccrediteerd worden? Momenteel is het Standaardbureau de wettelijke verantwoordelijke voor het accrediteren van testlaboratoria en testfaciliteiten. Echter kunnen wij niet de internationale erkenning aanbieden, maar wij hebben op regionaal gebied een samenwerking met CrossQ, waarbij labs die daarin geïnteresseerd zijn, zich kunnen laten accrediteren door een internationale erkende accreditatieinstantie binnen de regio. Momenteel is Janak van Jamaica de accreditatiebody die daartoe in staat is. Wat wij proberen te doen is de labs alvast te informeren over de mogelijkheden met accreditatie. Wij proberen ze zodanig te bewegen dat zij overgaan tot het accrediteren van hun testlaboratoria, om daardoor ook de internationale erkende testen te kunnen uitgeven en bedrijven daarmee dan te garanderen van goede kwaliteit testen die zij ook in het buitenland kunnen overleggen. Mevrouw Parker heeft het volgende advies voor eventuele exporteurs. Als u met testresultaten van een internationaal erkend testlab gaat exporteren, geeft u daardoor een zekere mate van zekerheid aan uw exporterende partner dat uw product voldoet aan een mate van kwaliteit. Uw product wordt dan makkelijker geaccepteerd door het buitenland,
Want meestal is het zo dat als u een product exporteert, dien eisen dan in dat geval bepaalde landen dat het opnieuw wordt getest om te garanderen dat het voldoet. Maar als wij die labs in Suriname hebben die internationaal zijn erkend, dan hoeft dat niet meer gedaan te worden in het buitenland. Dan kan dat gewoon hier worden gedaan, u verscheept uw product naar het buitenland en het wordt geaccepteerd.